welkom bij een nieuwe vlog. Ik zie er een beetje verwilderd uit, want ik ben weer op bakken. En dit keer met mijn kleine handenbinder. Ik ga nu voor het eerst, vanmiddag is een vriendin gezellig langs geweest. En ik ga nu voor het eerst macaroni maken, heb ik van thuis meegenomen. En dat ga ik hier eventjes op mijn elektrische gaspitje opwarmen voor ons. Dus een soort van koken, maar niet helemaal. Goedemorgen. Dit is zo gek, hij loopt nu gewoon achter mij aan. We zijn al te laat voor de Eki ochtendshow. Nou, in de caravan leek het wel mee te vallen met mijn ogen, maar toch een beetje ochtendhoofd zie ik. Kom maar, gaan we deze kant. Dat is toch fantastisch. Gaan we dansen bij Eki. Oeh, boom. Roep staan. Ja, yeah. Heeft je mama wat? Nee, dat mag ik ook niet meer. Alles zelf doen. Achter deze bosjes zit mijn caravan. En dan lopen wij hier zo het speelterrein op. En dan zie je daar in de verte zie je ze dansen. Alleen auto's gaat natuurlijk precies de andere kant op. And see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, just come here. Oh, the good times just begun. Gaan we weer terug? We know what we have. Let's hold on tight. Found what we're looking for. Ik zal jullie het plein eens even laten zien. Normaal is dit heel erg druk, maar nu dus wat minder. Hier heb je een spar, daar een groot terras, hier een snackbar, ijsjeswinkel, kippentent en daar nog een visboer. Dus je hebt hier echt van alles en ik kook hier echt never. En aan het einde daar zo zie je nog een kinderboerderijtje met heuse alpaca's. Hier zijn de geitjes en de alpaca's. Geitjes. Kijk, Otis. Is dat? Ja. Vorige keer was ik natuurlijk alleen op Bakken. En dan merk je wel ineens weer het verschil als je met je kleintje bent. En vanmorgen was ik echt zo onwijs moe. Ik had natuurlijk ook de hele tijd bezoek. Vanmorgen kwam mijn beste vriendin en vanmiddag ook een andere vriendin. En dat was super gezellig. Alleen ja, best vermoeiend allemaal als je ook nog je caravan een beetje opgeruimd wil houden. Vanmorgen wilde ik bijvoorbeeld mijn haar wassen met Otis in de gezamenlijke douche. Maar dat ging echt voor geen ene meter, want hij was alleen maar aan het huilen en aan het doen. Dus nu loop ik hier maar met spekvet haar. Maar het is wat het is. Camping life, het kan allemaal. En ik moet zeggen dat er nu alweer... wat rust komt, nu ik hier toch iets langer dan 24 uur ben, maar voor mijn gevoel is het altijd langer. Zo, Otis slaapt. Die slaapt dus hier. En ik heb buiten even opgeruimd. En nu is het tijd voor de afwas. Don't take it.
losing over. I ain't lying, I ain't hiding. I've been grinding, multiplying. I've been trying to get my way. Zo, schoon. Ik neem het altijd nat weer allemaal mee. En dan kan het in de tuin wel even drogen. Kan ik nu eindelijk mijn haar gaan wassen? Zal ik ook meteen even laten zien hoe de douches eruit zien. Les 1. Altijd teenslippers aan. Meditating and taking time away. You always posting up pictures, trying to look like you winning. I'm writing rhymes in the kitchen, soaking in moments we live in, yeah. You got the nerve to be on me, faking your life for the IG. If you got my number, don't add me, cause baby, I'm on hiatus. I'm on hiatus. Goedemorgen, wij zijn er weer. We hebben heerlijk uitgeslapen tot 8:30. En gisteravond heb ik natuurlijk lekker mijn haar gewassen. Dat was wel echt heel erg fijn. Nu zit het niet, ik weet niet hoe het met jullie zit. Als je met nat haar gaat slapen, dat is echt niet geweldig. Maar ja, dat maakt allemaal op de camping niet uit. Ik zag wel gisteren toen ik nog even in de spiegel keek voordat ik ging douchen, dat heel mijn mascara uitgelopen was. En dat was omdat ik een beetje gehuild had toen mijn vriendinnen hier waren. En dat snappen jullie denk ik wel waarom dat is. Hé, hey, kom je even kijken bij mama. We gaan weer naar één keer, gaan we weer dat. Mama. Mama. Ja, klopt. Dat ben ik. Even de boel opengooien. Het wordt echt een hele mooie stranddag vandaag. Strak blauwe lucht al. Het waait wel lekker hard. Maar dat is ook wel weer fijn, denk ik. Zo, we hebben de ochtenddisco weer gehad. Ik ben nu even een rondje aan het lopen. Ook de andere kant van de camping. Daar ben ik gewoon echt nog nooit geweest. Daar kom ik gewoon nooit aan toe of zo. Dus nu dacht ik, waarom niet? Vanmiddag komt een gezellige vriendin. Gaan we naar het strand. En zij blijft ook logeren vandaag. Dus het voelt wel echt... Ik ben helemaal weer tot rust gekomen nu ik hier ben. Het is zo fijn om soms uit die Amsterdamse drukke... hectische bubbel te zijn. Echt een luxe en ik voel me absoluut bevoorrecht. Zo, ik heb mezelf even lekker op een koffietje getrakteerd. En ik ga nu bij een speeltuin zitten. En waar loopt die heen? Naar de andere speeltuin. Ook goed. Ik heb nu een heuse kinderstoel. Het is zo leuk om iedere keer je tuintje een beetje op te zien knappen. Ik ga nu weer even alle textiel buiten gooien. Dat haal ik iedere avond naar binnen, omdat het anders natuurlijk vochtig wordt. En dan is het weer helemaal ready voor de dag. Baby, don't check for me. Taking time out to be. We zijn op het strand. En dan stap je terug. En Otis maakt zoals altijd overal een glijbaan van. Dus zelfs van de strandstoel. 1, 2. We zitten hier helemaal ingebouwd in de windschermen. Want ik durf hier, als ik hier opsta, niet eens mijn vlogcamera erbij te pakken. Dan word ik gewoon gezandstraald. Dat is niet normaal. Ik ben weer naar de camping gefietst, want het was echt na een uur wel klaar met die wind op het strand. Maar hij heeft dus onderweg, hij zit bij mij hier achterop op de fiets, heeft hij dus één sandaal uitgegooid. Dus die ga ik nooit meer terugvinden. Echt balen, moet maar even nieuwe sandaaltjes weer bestellen. Dure grap, kinderen. Het is tijd om eindelijk de barbecue in te wijden. Dus ik ben op les, want ik heb serieus nog nooit zelf gebarbecued.
liggen hier wat bio-burgers en bio-merguez-worstjes. En ik heb visite, want dat is wel handig. Want in je eentje barbecue is wel een beetje terug. Ja, dat is een beetje triest. Met auto's samen. Ik kruip echt net mijn bed uit en het is iets over 9 uur. En hij slaapt gewoon nog steeds. Goedemorgen. Was jij nog aan het slapen? Was jij nog aan het slapen, joh gekkie? Was jij lekker aan het uitslapen? Hoi, kom er maar uit. Zo. Zo. We zijn weer in Amsterdam. We zijn lekker ongedoucht, in pyjamaatjes, in de auto gesprongen, want het regent. Zie je, allemaal druppels. En onderweg heb ik heerlijk via Storytel, Noosbron, maar dat is even een tip voor jullie. Je kan daar boeken beluisteren natuurlijk, maar je kunt ze ook lezen. Dus ik, 's avonds lees ik dan gewoon op mijn telefoon. En in de auto bijvoorbeeld luister ik dan gewoon verder. En nu wil ik hem eigenlijk niet pauzeren, maar ik moet naar binnen. Dus straks weer verder. Oh ja, en even welk boek ik dan lees en luister. Nu Bonuskind van Saskia Noord. Vind ik echt mega goed. Gaat ook over een narcistische relatie. En ik was vorige week, toen ik alleen op Bakken was, in het boek het eerste deel van de Zeven Zussen begonnen. Ja, ik heb het denk ik ongeveer 200 pagina's een kans gegeven. Vind ik echt... Ik kom er niet in. Het is mij allemaal iets te saai. Ik hou van iets meer spanning. Dus ik ben benieuwd of jullie Zeven Zussen fan zijn. Of juist ook wat meer van spanning houden. En of jullie nog boekentips hebben. Hé, springen. Mama springen? Ja. En nog een keer. Ja. Ja. En ik heb vandaag dus een dagje extra's en ruildag. Of een middag eigenlijk. Dus we zijn lekker even naar de kinderboerderij samen en naar de speeltuin. Gaat goed hè? Goed vasthouden. Nu vind ik het toch wel best wel chill dat hij loopt hoor. Want als ik in zo'n speeltuin sta, dan tilde ik hem altijd overal heen en was ik helemaal kapot. Nu moet ik alleen soms op de glijbaan tillen. Dus voor alle mensen die constant zeiden, wacht maar, weet je. Iedere fase heeft zijn voor- en zijn nadelen. En natuurlijk ren je er nu meer achteraan. Ik heb het in Bakken ook een paar keer gefilmd dat iedere keer wegliep. Maar je hebt er ook wel meer gemak aan, want je tilt wel minder. Doos open, want dan komt mijn adres zichtbaar. Kijk, deze hebben we van Maanmeisje gekregen. En er zit een mooie kaart bij voor ons. Eens even kijken. Op Bakken of thuis? Nou, gaan we eens even kijken wat hierin zit. Even met twee handjes. Hoe gaaf, dat is jouw naam, lieverd. Ja, die vindt mama heel mooi. Sowieso jouw naam, maar ze heeft hem ook nog eens heel mooi gemaakt. En er zit nog iets bij. Dat is spannend. Oh, super gaaf. Ik heb er ook nog een maanlampje bij gekregen. Die ga ik zeker meenemen naar Bakken. Want ik heb hier zo al eentje van een ander merk.
En ik vind ze zo onwijs graag. Want hij past ook zeker bij Bakken. Goedemorgen. Ik heb echt in tijden niet meer zoveel make-up op gehad. Het is maandagochtend en ik heb gisteren echt mega veel gehuild. Ik kan er uiteraard niet over praten. Het gaat uiteraard over Fries. En ik wil het natuurlijk verder niet in mijn vlog allemaal vertellen. Maar het is gewoon heel verdrietig allemaal. En ja, ik ben gewoon enorm gekwetst. En ja, ik kan er niks over zeggen. Dat is echt kut. Maar ja, jullie mogen best weten dat deze dagen er nog steeds tussen zitten. Of nog steeds, ja. Voor mij is het pas 4 maanden geleden. Friso vindt het al 4 maanden geleden. En ja, dat is gewoon anders in je verwerking. Als de ene, als het jouw keus niet is, dan begin je pas vanaf dag 1, zeg maar, wanneer het uit is met verwerken. Terwijl de ander daarin al veel verder is. Zoveel verder dat, ja, dat hij doorgaat met zijn leven. En jullie mogen zelf invullen hoe hij dat doet. Ik ga vandaag aan het werk, gelukkig, voor Cosmo. Ik heb wel altijd heel erg veel moeite na zo'n dag om op te starten. Maar het is voor mij wel echt een belangrijke reden om weer uit bed te gaan. Er moet geld verdiend worden en het is de beste afleiding die er is. Wij mogen om de week naar kantoor, dus ik ben vorige week maandag al geweest. Dus deze week ga ik naar mijn eigen kantoortje. En daar zit gelukkig ook een heel goede vriendin. Die ook overal van op de hoogte is. Dus dat is wel heel fijn dat je gewoon even je begrepen en gesteund voelt. En dat je tegelijkertijd lekker de hele dag afleiding kan hebben. En waar ik ook heel erg naar uitkijk is dat ik vanavond voor het eerst eindelijk weer ga kickboksen. Dat helpt onwijs mentaal, weet ik. En ik heb dat heel lang niet gedaan. Maar ik heb gisteren een 10-rittenkaart gekocht voor een kickboksschool hier in de buurt. En dan lijkt het me een heel goed idee, ik heb mijn mascara nog in mijn hand. Lijkt het me een heel goed idee om lekker even wat dingen van me af te slaan. En even alle focus te hebben op de zaktraining in plaats van op alle gedachten in mijn hoofd. Ik schrik me echt helemaal dood. Ik ben als eerste op kantoor en het is 9:55, dus dat komt niet vaak voor. Maar ik ben hier natuurlijk 10 maanden met Women's Health niet geweest. Dus ik had geen idee hoe het alarm uitgeschakeld moest worden. Maar het is gelukt. Gelukkig. Ik heb ergens nog de code opgeschreven. Nu eventjes de ramen open. Of de gordijnen open bedoel ik. En dan heb ik over 5 minuten call stand-up met Cosmo. Gelukkig dat er niemand is, dus dan kan ik even in het openbaar hier zo bellen. Dat doen we normaal niet. Ik kan nog even snel een theetje zetten. Ik kan nu ook eens even rustig het kantoor filmen. Dit is dus boven. Met heel mooi uitzicht op de patio en op de gracht. Dus dat is de patio. En dan hier heb je nog een hele benedenruimte met een bank. En stoelen, et cetera. Bureaus bedoel ik. Kom lekker uit mijn woorden. Ik merk wel altijd meteen zo'n mega opluchting als ik dan even in een andere omgeving ben. Thuis alleen zijn met je verdriet is gewoon zo onwijs confronterend. Nou, sportschoenen aan. Boksspullen mee. En gaan met de banaan. Dit is mijn hoofd ervoor. Mijn helogen zijn wel een stuk minder geworden, zie ik. Ik zal zo eventjes mijn hoofd na het boksen filmen. En dit is daarna. Het valt wel mee, hè? Ik word nooit mega rood, gelukkig. Het was zo fijn weer. Dat had ik echt 4 maanden eerder moeten doen. Ik heb even een volkoren pastaatje gemaakt. En ik heb ooit een blauwe maandag bij Julia's, of Julia's, op het station gewerkt. En de tip is om je pasta altijd even mee te bakken nadat het gekookt heeft. Doe ik er zo nog even kaas overheen. En wat gerookte zalm. En dan kan ik er morgen ook weer van eten. Je denkt misschien, wat eet dat mens ontzettend weinig? Nou, dat klopt. Dat zien jullie denk ik ook wel aan me. Ik ben onwijs afgevallen de afgelopen maanden. En dat is bij mij echt door stress. Als ik stress en vooral heel veel verdriet heb, dan kan ik gewoon niet meer eten. Er zijn dagen geweest waarop ik echt blij was als ik 's middags 2 beschuitjes at. Ik raad dat echt niemand aan. Ik krijg namelijk zelfs in mijn DM's regelmatig de vraag wat mijn geheim is dat ik zo afval.
Nou, je gaat je er echt niet beter door voelen door weinig te eten, daardoor af te vallen en dus ook steeds de energie niet te hebben om bijvoorbeeld te sporten. Er zijn dagen geweest waarop ik zelfs mijn bed bijna niet uitkwam. Gewoon van puur verdriet. Dus ja, ik wil dat toch even gezegd hebben. Ik ben nu al blij dat ik dus een kleine kinderportie pasta kan eten. Volkoren pasta met groenten en zalm en lekker veel kaas. En ik hoop dat ik me iedere keer weer iets beter ga voelen. Ja, en als er dan soms nog 2 dagen tussen zitten waarin ik gewoon ja, heel weinig eet. Dan, ja, dan is dat maar zo. Ik ben al lang al blij dat ik, ja, dat ik nu gewoon echt wat beter voor mezelf kan zorgen. Weer kan sporten en kan eten. Dus dat wil ik even zeggen. Ik heb jullie toch wel verteld dat Otis dol is op glijbanen. Nu hebben wij iets nieuws bedacht samen. Ga maar. Ga maar. Nee, niet dat toch. Niet dat toch? Wat deed je net? Ga maar. Ja, ga maar. Ga maar klimmen. Goed zo. Oké. Let's go. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ah! We gaan naar de glijbaan. Het is die intense stormdag en regendag vandaag. Dus ik heb lekker joggingpak aan met de kwel van Otis. Hij ook lekker makkelijke kleertjes aan. Wie is dat? Kom je kijken. Ja! Oh? Leuk hè. Zullen we samen de vlog afsluiten? Want we gaan lekker quality time samen hebben vandaag. Ja? Nou, niet samen. Maar dankjewel voor het kijken. Heel leuk dat je weer hebt gekeken. Als je het leuk vond, doe een duimpje omhoog. En ik zie jullie over 2 weken.